Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik Runica en de Six-Sided Spellbox uitleggen. Je kan het in je eentje spelen of je speelt het met 2 tot 4 spelers tegen elkaar. En iedereen is eigenlijk voor zichzelf bezig om met de dobbelstenen, die we hadden in allerlei kleuren, gaan we proberen bepaalde vormpjes op ons bordje te maken. En zodra je dat doet, dan krijg je daarvoor de punten en de beloning. En dit spelletje gaat er dus om dat je de juiste kleuren dobbelstenen op de juiste plekken op je bordje gaat krijgen. En hoe we dat doen, daar gaan we natuurlijk nu naar kijken. Alright, een potje Runica. Allereerst complimenten dat het spel zo mooi eruit ziet. Het is echt mooi gemaakt, mooi materiaal, goede stevige muntjes. Stevig karton allemaal, stevige spelersbordjes. Echt prima kwaliteit. En wat leuk is, als je het nog niet gespeeld hebt, zit er een stripboekje bij waarin het spel alvast wordt uitgelegd. Een soort beginnersguide. En dus geen saai regelboekje, maar een leuk strip. Dus in stripvorm, in verhaalvorm ga je er doorheen. En als je deze uit hebt, dan weet je eigenlijk al wel hoe je het moet gaan spelen. En daarnaast is er natuurlijk ook nog een gewoon regelboek, wat ook prima en duidelijk is. Dit spelletje is ook eenvoudig. Het is niet moeilijk, het is alleen wel lastig puzzelen om te krijgen wat je wil gaan bereiken. Je kiest een van de beschikbare spelersborden. Er zijn dus 4 personages waar je mee kan gaan spelen. Maakt niet uit voor het spel welke je kiest, want ze hebben geen speciale abilities. Maar je kiest je spelersbordje. Dan pak je ook de 4 tokens van jouw poppetje daarbij. En je legt deze ring leg je om je runetafeltje heen. En elke speler, de startsymbolen staan hier ook, elke speler legt hem op deze manier neer. Dus we beginnen allemaal hetzelfde. Er zitten maar liefst 80 dobbelstenen in deze doos en die gaan we allemaal in dit zakje doen. Er zitten 4 kleuren dobbelstenen in de zak en we krijgen ook een mooi spelersoverzichtje waarop alle zijdes van de dobbelsteen zijn afgebeeld. En op de achterkant staat precies hoe een beurtvolgorde gaat, dus dat is ook weer lekker makkelijk. We hebben 4 leraren die je tijdens het spel kan inhuren om je te helpen om aan je bepaalde vorm te gaan komen op het bordje. En nog een 5e, de headmaster, maar die kom ik straks even op terug. In principe zijn dit de standaard 4 leraren. En dan gaan we even kijken naar deze kaartjes hier, want daar gaat het om in dit spelletje. De bedoeling is dat we tijdens het spel deze vormpjes gaan maken op ons bordje om dan de kaart te krijgen, zodat we of punten krijgen. En sommige zijn ook geen punten waard, maar die geven je gewoon een voordeeltje. Sommige voordeeltjes mag je elke ronde een keer gebruiken en sommige voordeeltjes zijn maar 1 keer en daarna moet je het kaartje omdraaien. De speler die als eerste 20 punten heeft verdiend, die is de winnaar van dit spel. Hier hebben we een trekstapeltje met nog meer vormpjes, dus als een kaartje gepakt wordt en we gaan een nieuwe ronde beginnen, wordt het weer aangevuld met nieuwe kaarten. Hieronder hebben we 4 masterkaarten van elke kleur 1. Deze zit elk spel, liggen deze 4 hier, die veranderen niet. Dus dit ligt vast. En dit zijn moeilijkere kaartjes om te maken. Maar de beloning is wel groter. Bijvoorbeeld maar liefst 6 punten of gewoon een extra krachtige ability. Staan er kleuren op de kaartjes, dan moeten op die posities die kleur liggen. Staat er geen kleur op, dan moet het gewoon dezelfde kleur zijn. Maar mag je zelf weten welke kleur. Dus dit kan elke kleur zijn als het maar in die formatie ligt. En voor deze geldt dat op de grijze plekjes mag geen dobbelsteen van die kleur liggen. Dus dit mag je best helemaal van rode dobbelstenen gaan maken als je maar zorgt dat je dat symbooltje kan maken. Maar hier mag alleen maar rood liggen op de daarvoor bestemde plekken en op die donkere plekken mag geen rood liggen. En zo heb je dus voor alle 4 een andere formatie. Nou, laten we maar eens even zien hoe we dat dan gaan doen. De startspeler krijgt dit mooie tokentje. En die trekt 4 dobbelstenen per speler uit het zakje. Dus stel even nu, we spelen het zogenaamd met z'n tweeën. Dan trek je er 8 dobbelstenen uit. En die leg je gewoon neer en daar doen we nog even niks mee. Maakt niet uit op welke kant ze liggen, want we gaan nu om de beurt 1 dobbelsteen kiezen. En welke dobbelsteen je gaat pakken ligt natuurlijk een beetje aan wat daar ligt en wat je al op je bordje hebt verzameld. Nou, ik denk even niet na, ik pak gewoon een groene. En mijn tegenstander pakt een gele, pak ik de rode, die. Ik doe maar even wat hoor. Zo. En dobbelstenen die leg je voor je neer. En nadat we zo allemaal onze dobbelstenen hebben en elke speler heeft er uiteindelijk 4 voor zich liggen en je gaat beginnen aan je beurt, pas dan ga je ze rollen en gaan we wat doen met de symbolen die op de dobbelstenen staan. Ben je niet tevreden met je worp, dan mag je altijd 1 dobbelsteen afleggen en dan mag je ervoor net zoveel dobbelstenen rerollen als dat je wil. Dus stel dat je deze 2, dat je die niet bevalt, dan zeg je nou die rol ik gewoon nog een keertje. Kost je wel een dobbelsteen, maar dan mag je dus een reroll doen. En als ik nu weer niet tevreden ben, mag ik weer 1 dobbelsteen weghalen. Mag ik de andere nog rerollen, enzovoort, enzovoort. Maar we willen natuurlijk die vormpjes gaan maken op ons bordje. Daarbij kan je natuurlijk gaan voor kaartjes die punten opleveren. Of je leest even wat de special ability is. Misschien dat je dat graag wil hebben. En het is ook handig om even te kijken wat je tegenstander aan het doen is. Want als je allebei aan hetzelfde symbool aan het werken bent. En jij bent bijna klaar en je tegenstander gaat er met dat figuur vandoor. Dan heb jij pech, want dan zit jij met dobbelstenen die je misschien niet meer kan gaan gebruiken. Wil jij een dobbelsteen gaan schuiven op je bordje, dan moet je die altijd invoegen
op de plek waar de kleur van die ring staat. Dus stel ik wil deze groene. Het is een beetje geelgroenig, maar dit is groen. Stel dat je deze groene op je bordje wil gaan plaatsen. Dan moet hij dus van deze kant erin geschoven gaan worden. En dan komt hij op een van deze vier vakjes terecht. Stel ik wil dit vierkant gaan maken. Nou, maakt eigenlijk niet uit waar ik hem nu erin schuif. Maar dan zou ik hem bijvoorbeeld hier erin kunnen schuiven. Als ik nu de blauwe erin wil schuiven, dan komt hij dus aan deze kant op het bordje, aan een van deze vierde kanten, omdat de blauwe kant van de draaischijf hier zit. Dus die komt dan bijvoorbeeld hier erin. Dus dat is de eerste aanzet om aan een bepaald figuurtje te gaan komen. Op alle kleuren dobbelstenen zitten de kanten waar een 1 op staat. Dat is makkelijk uit te leggen. Maak jij je figuurtje af, dan krijg je de punten die onderaan staan, in dit geval 0. Maar je krijgt ook 1 punt voor elke dobbelsteen waar een 1 op staat die onderdeel uitmaakt van dat figuur. Dus door veel eentjes op je bord te schuiven krijg je veel extra punten. Alle dobbelstenen hebben ook het draaisymbool. Als je het draaisymbool voor je hebt liggen, dan gebruik je deze dobbelsteen niet om hem in het bord te schuiven. Maar die gebruik je om je ring 1 kwartslag te draaien met de klok mee. 1 kwartslag naar links. Dus voor elke dobbelsteen met het draaisymbool die je gebruikt, draai je de schijf 1 kwart. En dat zorgt ervoor dat groene dobbelstenen nu vanaf deze kant het bord op gaan komen. En zo ga je dus ook gaan proberen te zorgen dat je de dobbelstenen op de juiste plek op je bordje kan schuiven om aan je figuur te gaan komen. Dobbelstenen op het bordje blokkeren niet het doorschuiven. Dus je kan deze groene bijvoorbeeld ook gewoon hier inschuiven. En dat betekent gewoon dat deze doorschuift naar daar. En schuif ik nu nog een dobbelsteen aan deze kant, een groene, op het bord. Dan schuift alles door. Alleen valt deze van de grid af en betekent dat die teruggaat in de zak. Dus dobbelstenen met een punt erop, die schuif je in het bord om punten te gaan scoren en je figuurtje te maken. Met het draaisymbool mag je het cirkeltje eromheen gaan draaien, zodat je dobbelstenen van de andere kant erin kan gaan schuiven. Je kan dobbelstenen ook gaan gebruiken om een leraar in te huren. Maar daarvoor moet die dobbelsteen wel het elementensymbool hebben. Als je dit op je dobbelsteen hebt, mag je kiezen of je schuift hem gewoon in de grid om je figuurtjes te gaan maken. Of je kan dus een betreffende leraar gaan inhuren. En ook op die leraar staat precies aangegeven welk symbool je erop gaat leggen. Elke leraar mag maar 1 keer per ronde bezocht worden. Dus zodra daar een dobbelsteen om komt te liggen, mag een andere speler daar niet ook nog naartoe. Maar wil ik de leraar van de aarde, wil ik die gaan bezoeken, dan moet ik dus deze dobbelsteen daarop gaan leggen. En als je naar een professor gaat, dan leg je een van je 4 spelerstokentjes daarop. Op elke kaart hoef je maar 1 keer je tokentje neer te leggen. En zodra je alle 4 de leraren hebt bezocht, krijg je een bonusje. Maar goed, leg ik hier mijn dobbelsteen op, dan mag ik de disc draaien zo ver als ik wil. Dus niet meer 1 slag, maar dan mag ik gewoon helemaal rond gaan draaien zo ver als ik wil. En dat helpt mij dus weer om te zorgen dat dobbelstenen aan bepaalde kanten het veld ingeschoven kunnen worden. Aan het einde van de ronde gaan al deze dobbelstenen weer op en laat je deze liggen. Als ik in de volgende ronde nou weer naar deze professor ga, dan leg ik niet mijn token daarop, want die ligt er al. Gebruik je je dobbelsteen om naar deze professor te gaan, lerares, dan mag je een van je dobbelstenen in je grid, binnen je grid, 1 vakje verschuiven. En dat kan je zo doen, maar dat kan je bijvoorbeeld ook zo doen. En ook nu is dit je eerste keer dat je daar een bezoek aan brengt, doe je weer je tokentje erop. Ga je naar deze meneer toe, dan mag je uit het zakje 2 dobbelstenen grabbelen. Die mag je dobbelen en die mag je gelijk gebruiken. Dan ligt het natuurlijk weer aan welk symbool je gebruikt, maar in dit geval 2 keer in 1. Dus dan gaat de blauwe komt er bij blauw in en de rode komt er bij rood in hier aan de bovenkant. Tokentje erop als je hem voor het eerst gebruikt hebt. En hier kunnen dus allerlei van alle spelers kunnen hier dus tokentjes op komen te liggen. Maar elke professor kan maar 1 keer per ronde gebruikt worden. En de laatste is deze mevrouw, die is van het vuur. En activeer je deze special ability, dan zegt hij haal 1 dobbelsteen van het bord af. En als dat een dobbelsteen is waar een eentje op staat, dan krijg je 1 punt. En dat punt krijg je dan aan de hand van zo'n fiche. Dus we halen deze eraf, hebben we toch weer een puntje verdiend. En je kan dus eventueel dobbelstenen die in de weg liggen, kan je daarmee verwijderen van je grid. Heb jij aan het einde van je beurt alle 4 de leraren bezocht, dan haal je fiches terug. En als beloning voor je algemene ontwikkeling mag je het bovenste kaartje pakken van dit stapeltje en daarop staan punten en dat kunnen er 2, 3 of 4 zijn. Verder niks bijzonders, alleen maar punten 2, 3 of 4 en die leg je voor je neer. Nogmaals, wie het eerst bij de 20 is, die heeft gewonnen. En ook als je een bepaald symbool hebt gemaakt op je bord, wat je wou hebben, bijvoorbeeld deze 4 dezelfde kleuren in een vierkantje, nou dat is me nu gelukt. Pas aan het einde van mijn beurt, dus ik moet eerst al mijn dobbelstenen gebruikt hebben. Ik mag niet eerst 1 dobbelsteen, oh nou heb ik die, dan pak ik die alvast. Nee, je moet eerst al je dobbelstenen afgehandeld hebben. En als je dan klaar bent, dan kan je kijken, hey, ik heb dit symbool. Dan mag je het kaartje pakken. De dobbelstenen die je daarvoor gebruikt hebt, gaan weer terug in de zak.
En vanaf nu heb jij die kaart. Eventueel is die punten waard of een special ability. Deze mag ik maar één keer gebruiken en die zegt flip on your turn. Rotate your disc to any position. En ook dan mag ik dus weer mijn disc draaien zover als ik wil. Deze is dus eenmalig en je hebt ook kaartjes die zeggen één keer per beurt. Deze zegt bijvoorbeeld één keer per ronde mag je een extra dobbelsteen uit de zak halen en die dobbelen. Nou, alle dobbelstenen hebben dus drie verschillende symbolen. Of ze leveren punten op, of ze zijn het elementenfiguur, waardoor je of de dobbelsteen hierop mag leggen, of je kan een leraar inhuren. En je hebt dobbelstenen met het draaisymbool en die zeggen dat je de ring een kwartslag mag draaien. Alleen rood die heeft nog één andere kant aan de dobbelsteen zitten. En dat heeft alleen rood en dat is dit symbool, het vuursymbool. En met deze dobbelsteen mag je dan kiezen wat je doet. Of je haalt hier één dobbelsteen van een andere kleur van het bord af. Dus bijvoorbeeld één blauwe. En daarna leg je deze rode daarvoor in de plaats met het één symbool naar boven. Dus een vuursymbool dat vernietigt een andere dobbelsteen en komt daarvoor in de plaats. Of je kan hem gebruiken, dat vuurtje, om al je rode dobbelstenen te laten verbranden. En dan haal je dus alle rode dobbelstenen van je bordje af. En dan zijn dus ineens alle rode dobbelstenen van je grid af. Kan soms handig zijn. Maar dit zit dus alleen op de rode dobbelsteen, waarbij je dus of één andere kleur dobbelsteen vervangt, of alle rode van je bordje af. Maar in principe is dit het hele spelletje. Na de ronde gaat de startspeler token door naar de volgende speler en die heeft dus de eerste keus bij het kiezen van de dobbelstenen. Elke ronde krijgt een speler vier dobbelstenen die we door middel van draften krijgen. Dus je mag steeds om de beurt één dobbelsteen kiezen totdat iedereen er vier heeft gekozen. En ben je aan de beurt, pas dan ga je ze dobbelen. En volgens ga je ze op je bordje schuiven om maar die symbolen, die figuren te gaan maken in bepaalde kleurcombinaties. En ondanks dat het soms vrij simpele figuren zijn, ben je soms toch best even een paar rondjes bezig om het maar voor elkaar te krijgen op je bordje. Gelukkig zijn er een hoop manieren om je bord te manipuleren, om je daarbij te helpen. Je kan dobbelstenen rerollen door een dobbelsteentje af te leggen. Je hebt dobbelstenen die zorgen dat je de ring mag verdraaien, zodat je van een andere kant dobbelstenen in kan gaan schuiven. Je kan de hulp inroepen van de docenten om je dobbelstenen of je bordje te manipuleren. En tot slot krijg je ook nog, als je eenmaal figuren hebt gemaakt, krijg je daar ook nog beloningen voor. En elke keer als jij alle vier de leraren hebt bezocht, krijg je ook nog weer bonuspunten. En dan zijn er ook nog een aantal varianten waarbij je dit spelletje kan spelen voor een langere of een kortere versie. Bijvoorbeeld meer of minder punten die je moet gaan halen. Of wat ook kan bijvoorbeeld is dat het aanbod niet open is, maar elke speler krijgt in het geheim één van deze masterkaarten plus twee andere runekaarten. En wie dan als eerste zijn drie runekaartjes heeft gehaald, die is de winnaar. Dus dat zijn wat varianten en er zit dus ook een solo variant in. In dat geval draai je één van de kaarten van de leraren om. En volgens is het bedoeld dat je deze drie symbolen gaat maken en afsluit met de mastery rune. Maar ondertussen gaan er wel dobbelstenen uit de zak. En de bedoeling is dat jij voordat de zak leeg is, voordat er dobbelstenen op zijn, jij die symbolen hebt gemaakt. En zo zijn er dus vier verschillende leraren waar je het tegen op kan nemen. Of eigenlijk vijf, want we hebben ook nog deze Headmaster. Dit is een soort mini-uitbreiding. Als je met deze Headmaster speelt, dan leg je die naast de vier leraren die er al liggen. En onder hem leg je van elke kleur dobbelstenen één dobbelsteen met het elementensymbool. En hem kan je nu een beetje als een uitwisselleraar gaan gebruiken. Want gooi je nou een dobbelsteen met dat element van die kleur, dan kan je die neerleggen bij de professor. Maakt dus niet uit welke kleur je op de kaart legt, als het maar wel het elementsymbool heeft. En vervolgens mag je een van de andere dobbelstenen uitzoeken. Die rol je en die mag je dan gaan gebruiken. En aan het einde van de ronde gaan hier dus de dobbelstenen vanaf, maar deze schuift door naar beneden. Dan heb je dus weer een nieuw aanbod waar een volgende ronde weer iemand anders een van zijn dobbelstenen hier kan plaatsen om dan weer een van die uit te zoeken. En ook tegen hem kan je het dus opnemen in een solo potje. En misschien ga ik straks wel even een solo potje proberen en kijken hoe dat gaat. Maar dit is hoe Runica gaat, Runica en de Six-Sided Spellbooks. Het principe is vrij eenvoudig. Je kiest dobbelstenen uit en die ga je op je bordje schuiven. Je maakt gebruik van de special abilities van of de dobbelsteen zelf of de leraren die je kan inhuren. En de beloningen van je kaartjes. Maar hoe simpel qua regels, het kan toch best lastig zijn om dat vierkantje te krijgen in dezelfde kleur. Bijvoorbeeld omdat de ring verschoven is en je dus niet meer op de goede plek je dobbelstenen erin kan schuiven. Stel dat hier nog één groene moet en bij de draften zit geen groene of er zit maar één groene en dan dobbel je hem en dan krijg je dat draaisymbool. Dus dan heb je er niks aan, dus dan moet je weer andere dobbelstenen gaan opofferen voor een reroll of die zijn bezet. Nou ja, het kan af en toe een beetje frustrerend zijn dat je wel erg lang bezig bent om je symbooltje te hebben. Het is natuurlijk helemaal vervelend als je hem bijna hebt en een andere speler doet in zijn of haar beurt precies hetzelfde symbooltje wel afmaken. En dan zit je met je figuurtje waar je weinig meer aan hebt.
En daarnaast is het weer zo'n spelletje. Eigenlijk is het gewoon ieder voor zich. Je hebt geen kaarten of acties die zeggen, je mag bij een andere speler iets gaan doen, iets verdraaien of een dobbelsteen weghalen of iets. Dus het is echt gewoon, iedereen is met zijn eigen bordje bezig. Dus voor spelers die ervan houden dat je elkaar niet kan aanvallen, is dit een ideaal spel. Het enige waar je elkaar mee dwars kan zitten, is met het draften van de dobbelstenen. Omdat jij precies net die dobbelsteen pakt die de tegenstander graag wil hebben. Of door als eerste naar een leraar te gaan, zodat een andere speler die leraar die ronde niet meer kan gaan gebruiken. Maar het is echt ieder voor zich en je probeert gewoon zelf zo snel mogelijk je figuurtjes te gaan maken. En dan heb je dus de keuze, ga je voor de wat makkelijkere figuurtjes, zodat je snel veel kaartjes verzamelt, maar wel iets minder punten. Of ga je juist sparen voor zo'n grote kaart, zodat je langer bezig bent, maar dan wel meer punten krijgt en een sterkere ability. Mochten jullie nog vragen over Runica hebben, stel die gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar despellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.